Hey, hallo. Welkom achter de schermen bij WerkBix. Zoals je ziet gebeurt het meeste werk eigenlijk achter de schermen. Tijdens jullie bruiloft is dit mijn grootste vriend. Maar na jullie bruiloft is dit mijn grootste vriend. Hier gebeurt het. Hier gaan we van bestandjes naar foto's. Dat is gaaf. Als voorbeeld de bruiloft van Daniel en Fij maak ik totaal 882 klikjes foto's. Die heb ik teruggeselecteerd. Dus al die beelden één voor één uitgezocht en de allermooiste van geselecteerd. De selectie is meestal 10% van de foto's ongeveer om en nabij. Dus niet zoveel, maar ja, het is digitaal. Dus klik maar raak voor een knaak. En dat doen we ook. Flink klikken. Op het moment dat ik de beelden uitgeselecteerd heb, hebben we het mapje selectie. Die is belangrijk. Het mapje selectie laat ik in mijn fotobewerkingssoftware. Ja, allerlei grappige, leuke toeltjes kan ik de foto optimaliseren. In het geval van deze foto is de lucht erg wit. Dus dat wil ik terughalen. Ik selecteer de lucht. Ik ga bezig om die terug te brengen. Je ziet het. Het werkt. Nu doe ik het natuurlijk even heel snel, heel vlug. De lucht is mooi donkerder geworden nu. De foto is meer ontwikkeld. Pas 4:05. Oké. Maak het iets lichter, dat het er iets meer uitkomt. Het klokje komt er nu iets meer uit. Het torentje komt er iets meer uit. De lucht is donkerder. We kunnen het maken zoals we het hebben willen. Ze hebben best een leuke, snelle bewerking. Ik maak van één foto. Nou ja, als je normaal op een bruiloft 500 foto's overhoudt, dan mag je het dus 500 keer doen. Dat is best veel werk. Maar, je ziet, het is echt de moeite waard. Want je haalt eruit wat erin zit. En er zit heel veel in. Nu hebben we deze foto bewerkt. Best leuk geworden. De lucht meer naar voren gehaald, die eerst helemaal wit was. De focus iets meer op het bruidspaar gelegd. De buxushaag iets opgelicht. En het geheel is wat kleurrijker geworden. Eigenlijk is het plaatje teruggetoverd. Omstandigheden, hoe het daadwerkelijk was. Dus dat vind ik altijd wel belangrijk in de foto. Overeenkomt met de realiteit. En niet lijkt alsof er een filtertje overheen ligt. Dat doe je maar lekker op Instagram. Als we de originele foto erbij pakken, er zijn nogal wat verschillen opgetreden. Namen in de lichte gedeeltes van de foto's. Dan mogen ze ook wel eens een keer schilderen. Oké, nu gaan we echt creatief worden. Doordat we een hele creatieve foto maken, zit er al heel veel in. Dat zit er allemaal achter. Dat zit er allemaal in verstopt. Maar hoe gaan we dat naar voren halen? Pak er een fotootje bij. We gaan even naar de parkeergarage onder het gemeentehuis. En pakken deze foto bij. Hups. Importeren, jawohl. Ontwikkelen met die hap. Ik gooi hier mijn preset overheen en ik ben al klaar. Een preset is een laag die over je foto komt. Die eigenlijk al heel veel basisdingen eruit heeft. Oké, hartstikke gelukt. En je ziet het. Die werd wel even beloond met een award. Dat is wel mooi. Anita. In de basis zit al heel veel. We komen na de pauze bij u terug. Hey, hallo, daar zijn we weer. Ik wil jullie nog even laten zien hoe deze foto tot stand is gekomen. Dit is natuurlijk een van mijn recente foto's. En ik laat je even zien hoe we dat hebben gedaan. Hier was het. Hier is het. De parkeergarage onder het gemeentehuis in Rijssen. Een betonnen bak. Wat moet je ervan maken? Betonelementen, taillampen. Op dit scherm
Laat ik je zien hoe de foto tot stand is gekomen. Ik heb eerst een flitser geplaatst op de muur achter het bruidspaar. Dus eigenlijk op deze wand gericht. Bam, hierop. Vervolgens het bruidspaar ervoor gezet en een blauwe kleurflitser toegevoegd. De instellingen goed gezet, zodat de silhouet er perfect uitkomt. En toen kwamen mijn kerstlampjes. Kerstlampjes voor de lens. Om er doorheen te kijken, zoals je die vingers kijkt. En toen een flitser met een blauwe kleurfilter op de kerstlampjes gericht. Dus de kerstlampjes stonden niet aan of zo. Puur het materiaal dat het effect geeft. Gaf dit effect. Dus kijk op mijn schermpje. Ik zie dit. Dit wil ik. Ja, dit wil ik. Dan klopt het technische gedeelte. En dan is het nog zaken om de compositie te laten kloppen. Nou, dat deden ze prima. Ik hoefde nog niet eens te vragen. En ik vind dit gewoon een hele pose. Tegenover elkaar. Bij elkaar. Kort bij elkaar. Altijd goed. Altijd mooi. Altijd lief. Ja, mooi. Thuis wordt deze computer omgeruild voor deze computer. En ja, eigenlijk is hier niet eens zo heel veel aan bewerkt. Wat hier aan bewerkt is, is contrast. Omhoog. Verzadiging. Kleur. Iets. Zo werkt het. Bij dit shot. In ieder geval. En zo kun je in zo'n saaie betonnen bak, terwijl het buiten regent en stormt en waait, een hele mooie serie neerzet. En dan denk ik, is die TTL-buis een mooi toegevoegd element aan de foto. In plaats van een storende factor. Ja, zo kun je overal wat van maken. Dus als het regent, duiken we naar binnen, die betonnen bak in. Dat is anders, maakt niet uit. En dan wordt het mooi. Dan wordt het creatief. Deze moet ik er echt even bij pakken. Ik heb laatst een 1-op-1 workshop gevolgd bij Jan van Digidiaal. Jan is echt een ster op het gebied van Lightroom. Hij weet er echt alles van. En hij is bij me thuis geweest, hier achter deze computer. Hebben we een dag gezeten met z'n tweeën. Hij heeft me alle ins en outs gezien. Hij heeft mijn workflow echt een boost gegeven. Ja. Ben jij fotograaf en je wilt beter die Lightroom beheersen, er meer uithalen, sneller werken? Bellen die man. Inspiratie voor de creatieve foto's. Op weg, Arno. Arno de Bruin. Fantastisch. Wat een kerel. Hij heeft fantastische boeken geschreven om je creativiteit in die fotografie een boost te geven. Echt. Alle voorbeelden hoe hij fotografeert, hoe hij het heeft gedaan, hoe het tot stand komt. Hoe krijg je dit soort plaatjes? Ben je fotograaf? Wil je creatiever werken? Ga naar Arno. Hij helpt je. In de volgende aflevering van Achter de Schermen pakken we er deze foto bij. Deze foto kwam tot stand. 3 keer oefenen, zoiets. En ik wil jullie graag die foto's achter de schermen laten zien. Achter de schermen. Tot de volgende keer. Achter de schermen, daar gebeurt het. Is er ook een schermpje op? Ja, zeker.